Zeg nee tegen alcohol. Dat is de centrale boodschap in de videoclip die jongeren van de Hip Hop Factory in Tilburg hebben gemaakt in opdracht van de GGD. In een rap laten ze weten dat het best oké is om niet te drinken. De GGD haalt alles uit de kast om de jongeren op hun eigen manier aan te spreken. En de gezondheidsdienst is dan ook tevreden. In de videoclip spelen jongeren van de opleiding Kunst, Cultuur en Media van de ROC Tilburg een rol. Zij laten de negatieve effecten van drinken zien. Ja, voor dit idee is gekozen omdat het een stukje entertainment is. Het spreekt jongeren veel meer aan om het in de vorm van een rap en een videoclip uit te beelden. Het past gewoon bij hun belevingswereld. Maar terugdraaien, dan was alles anders geweest. Ik kan niet zo blijven. Van het een kwam het ander, van het ander kwam het twee. Alcohol blijven drinken, wist niet wat er met het deed. Eén couplet dus gaat over iemand die aan de alcohol is. En een ruzie krijgt met zijn vriendin. En dat iedere keer opnieuw en op een gegeven moment door zijn vriendin op straat wordt gezet. En dus onder de brug terechtkomt als zwerver. En een andere couplet. Daar is het zo dat het meisje die deed altijd haar best in de klas en was dat het beste. Maar op een gegeven moment ook met stappen en uitgaan veel aan de alcohol. Veel alcohol ging drinken en uiteindelijk te veel. Slok te veel en in het ziekenhuis beland met een coma. De clip is bedoeld voor scholen als aanvulling op het bestaande lesmateriaal. Nou, dit is niet echt een campagne. Het is een aanvullend middel. Eigenlijk juist om te gebruiken om je campagne of om je project rondom alcohol nog eens extra aan te kleden. De teksten zijn gemaakt door de jongeren zelf. We begonnen met schrijven van de tekst, wat we moesten zingen en zo. Agressie, depressie, ziet iemand suggestie over deze kwestie met de koop. In alle soorten en maten en ben een beetje bitter, maar zo hoor ik te smaken. En nou gaat de rap eigenlijk over jongeren juist niet aan te laten sporen om alcohol te drinken. Drink je zelf wel eens? Nee. Helemaal niet? Nee, echt niet. Ook niet een biertje? Nee, helemaal niet. Eerder was de rapformatie te gast bij het Brabantien-programma Weekend met Marielle. Het optreden daar is inmiddels 5700 keer bekeken op YouTube. De videoclip is echter vanaf vandaag op internet te zien op www.gezondejeugdbrabant.nl.